Zou jij dit jaar, 2019, ja, alsjeblieft niet naar Nederland willen komen? Je meet het verkeerd op. Dat meen je niet. Ja, het kruisje moet er voorop of niet? Ja, dat klopt. Er zit niet voorop nu. Yo kids, in mijn vlog en op Instagram. Zo, hallo. Vandaag neem ik een video op. Jullie bepalen mijn dag. Dat betekent dat jullie op Instagram mogen bepalen wat ik ga doen, hè. Of bijvoorbeeld moet ik Lofpiet kussen of moet ik Meisjespiet kussen. En dan mogen jullie kiezen. En de meeste stemmen, die ga ik doen. Jullie bepalen mijn dag en het gaat nu beginnen. Ik ben heel erg benieuwd, dus vooral opgeven, hè. Zo, nou, dus meteen een goed begin. Als eerste vraag: wie moet ik kussen? Lofpiet of Meisjespiet? Ben ik heel benieuwd wat jullie gaan kiezen. Zo, nou, ik heb vandaag even lekker pauze nu, dus ik dacht ik ga even een nieuwe poll starten. Waar mag ik gaan relaxen? Binnen in het kasteel of lekker buiten in de zon hier in Spanje? Ben ik heel erg benieuwd. Dus ga even naar Instagram en kies even uit waar ik mag relaxen. Binnen of buiten in de zon? Ik zie iets heel erg raars hier in het kasteel. Ik zie namelijk Lofpiet en Stresspiet. Ik ben heel erg raar. Lofpiet? Ja? Stresspiet? Ja? Wat zijn jullie aan het doen? Ik ben een challenge aan het doen op mijn kanaal. Ik zie hier gewoon ze bij elkaar zitten. We gaan even ontbijten. Ontbijten? Ja, het is 10 uur 's ochtends. Wat vind jij? Heb jij al ontbeten? Ik heb wel ontbeten. Nee. Oh, je mag mee ontbijten dat als je wil. En dan voor ons broodje smeren. Dan mogen de kinderen wel bepalen wat ik eet. Oh ja, dat is goed. De kinderen kiezen een bolletje namelijk met kaas. Of kaas. Of chocoladepasta. Wat is lekker? Een bolletje met kaas of met chocoladepasta? Even op mijn Instagram maar kiezen. Ja, ik wil heel graag dat jullie die kiezen. Nou, ja, die kaas. Dat dacht ik niet. Dan gaan we allemaal non-stop kaas. Chocoladepasta. Chocoladepasta graag. Ja. Kies me even lekker chocoladepasta. Meisjespiet. Meisjespiet. Iedereen in het kasteel. Ja, ja, ja. Meisjespiet, ja. De kinderen gaan nu bepalen wat ik een nieuwe poll. Ik dacht misschien is het wel leuk om een poll te gaan doen. Moet ik mijn schoenen aanhouden of uitdoen in het kasteel de hele dag? Nou ja, ik zou zeggen aanhouden natuurlijk. Precies, ja. Lekker wel logisch, hè? Het is misschien wel een keer lekker om zonder schoenen door de dag te gaan. Kan ik enorm stinken, hè? O, ja, ik heb wel zweetvoeten van het dansen. Ik heb enorme zweetvoeten. Dus ik ga even een poll plaatsen op mijn Insta. Schoenen binnen aan of uit de hele dag? Jullie mogen kiezen aan of uit. En wordt het uit, dan blijf ik graag bij jou uit de buurt. Dat snap ik. Maar dan ga ik niet naar buiten hoor. Dan blijf ik wel heel erg binnen. Nee, precies. Ja. Anders is het dan een beetje raar, denk ik, toch? Snap ik. Oké. Okay. Schoenen aan of uit? Ben benieuwd. Ik zie je zo. Dan. Als je iets ruikt, dan ben ik het, oké? Okay? Ja. Nou kinderen, ik stel voor dat jullie allemaal gewoon lekker zeggen schoenen aanhouden. Want als ik zeg schoenen uit, gaat het gigantisch stinken. En dat vinden meestal de mensen hier in het kasteel niet heel erg leuk. Sinterklaas wordt dan een beetje chagrijnig. Meisjespiet zie ik niet meer. Lofpiet gaat me geen kusjes meer geven. Dus ik stel voor dat iedereen even stemt op schoenen aanhouden. Oké, okay, alsjeblieft. Schoenen aan. Doe maar lekker schoenen aan. Nou, het is echt ongelooflijk, maar ik had serieus verwacht dat iedereen op de vraag wie moet ik gaan kussen, Lofpiet of Meisjespiet, had ik verwacht dat iedereen zou zeggen Meisjespiet, want Lofpiet kust natuurlijk regelmatig. In de show heb ik haar vaak gekust en in haar vlog heb ik haar een keer gekust, maar toch kiest iedereen voor Lofpiet. Meisjespiet, ik dacht op de vraag wie moet ik kussen, dat iedereen voor jou zou kiezen, omdat ze natuurlijk Lofpiet gewend zijn om te kussen. Ga je mij kussen? Nee, niet dus. 87% wil dat ik Lofpiet kus. Maar ik dacht, het is spectaculairder als ik jou kus, want we hebben namelijk geen relatie toch? Nee, dat was natuurlijk wel spectaculairder geweest. Wel raar, maar wel leuk voor de kijker misschien. Ja, maar toch kiezen ze voor Lofpiet. Nou ja, zoals ik dus zei, 87% van de kijker kiest voor Lofpiet. Dus die zijn nu in het filmen daarboven. Ze zijn nog steeds als een soort Siamese tweelingen rondlopen in hetzelfde shirt. Heel raar, dat is voor de video van Lofpiet volgens mij. Dus je kunt even kijken op haar kanaal als je al online is. Maar ik ga toch heel even de opname storen om even een kus te gaan geven aan Lofpiet. Lofpiet, mag ik misschien heel even storen in jouw video? Jullie zijn aan het eten hier, zie ik. Maar ik ben natuurlijk de kinderen bepalen mijn dag bij het filmen. Ja. En 87% van de kijker zegt dat ik jou moet kussen in plaats van Meisjespiet. Dus ik dacht, iedereen gaat er kiezen voor Meisjespiet. Want ja, dat leek me wel spectaculair. Want natuurlijk, wij hebben een relatie. En... Mag ik dat zeggen tegen kijkertjes? Ja. Je bent echt kei lief. Dat vind ik zo lief. Ja, als mensen denken, waar hebben ze voor rare Siamese tweeling shirts aan? Deze is voor de video van Lofpiet dus, hè? En Stresspiet. Ja, mag ik iets vragen? Jazeker. Kan dit niet even om een hoekje of zo? Ik hoef dat niet te zien dat jullie gaan. En jullie zijn nu, hebben nu hetzelfde shirt, dus jij gaat nu een beetje meegenieten van onze kus. Ik wil niet dat jullie gaan kussen. Ja, maar ja, ik moet toch, ja, daar hoort er wel bij. Nee. We hebben wel een relatie. Ja, we hebben wel een relatie. Maar dus, moet dat nu? Nou ja, de kijker heeft het nu bepaald, dus ik moet het even kiezen. Dus, ja, kus. Nee, zij is het. Ja, goed. Ga je me echt kussen of ga je weer. Echt, gewoon. Oh,
Oké, nou, niet nog een keer. Lang is het, Piet. Zo moet dat. Ja, nou, dankjewel. Mag ik binnen of mag ik buiten pauzeren? Ik hoop dat jullie kiezen voor buiten. Ik wacht nog heel even op het eindscore zometeen. Maar ik ga echt voor buiten, want de zon schijnt namelijk. Het is super lekker weer, kijk maar. Oeh, de zon schijnt. Dus binnen is het gewoon zo donker altijd in het kasteel, hè? En buiten kun je lekker hier in de kasteeltuin relaxen, zoals hier zo in de kasteeltuin. Dat is super vet. Dus lekker een beetje goed voor het kleurtje en lekker een beetje bakken. Dat is goed altijd natuurlijk. Yes, 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 yes! Nou, ik heb goed nieuws. Jullie hebben gelukkig bepaald. De meer dan meerderheid zegt dat ik buiten mag gaan pauzeren. Dat vind ik heel erg fijn, want de zon schijnt zoals ik net al zei. Dus ik ren nu zo naar buiten. En dan ga ik even het terrasje opzoeken. Even kijken waar het terrasje is. Ah, hier is het terrasje. Kijken, want even kijken, hier, daar is het terrasje, kijk daar zo. En dan kan ik lekker zo gaan zitten even, want ja, het is gewoon heerlijk in de zon. Zo, dan ga ik hier even zo relaxen zo. Zo, hier zo. Zo, hè, lekker even buiten zitten van de zon genieten, want ja, hebben jullie voor gekozen, hè? Dankjewel, dankjewel. Ik vind het wel heel erg aardig trouwens hoor, echt super lief, want ik mag Lofpiet kussen, ik mag lekker buiten de zon zitten. Ik hoop dat mijn schoenen aan mogen blijven zo meteen, want dat lijkt me wel heel erg prettig in het kasteel. Anders moet ik toch wel naar binnen blijven denk ik, want anders krijg ik vieze voeten. Want ja, het is natuurlijk wel buiten hier zo, hè? Het is natuurlijk gras en zo. Dus ik hoop dat jullie kiezen voor schoenen aanhouden. Kijk, dit is ons kasteel, hè? Hier leven wij. Hier zie je zo hele mooie muren. Het is een gigantisch groot kasteel, zie je dat? En daarachter is nog allemaal kasteel, daar zo. En hier dus. En hierboven is dus het balkon. Daar is het balkon, zie je dat? En het is ook van echt goud. Echt fantastisch mooi, hè? Gaaf, hè? En is die potten goud? Dat is van bladgoud, deze potten. En die hebben we een paar in het kasteel staan. En die heeft ze inderdaad als cadeau gekregen van alle pieten. Echt van echt goud. En dan doen we dan bloemetjes in zo. En dat is heel gezellig. Echt hele mooie gouden potten. Ja, ja, ja. Die bewaart hij nu heel goed, dus je heel erg trots op ook. Net als zijn staf. De staf is ook van goud. En zijn mijter ook, hè. Zijn staf is van goud. En dat kruis op die mijter is ook van goud. En die draagt hij heel goed bij zich, houdt hij heel goed bij zich. Verzorgt hij heel goed, poetst hij ook regelmatig op, hè. Dat hij mooi van kleur blijft. Ja, trouwens, ik heb nog een hele goede stelling. Weet je wat, ik ga vragen aan jullie. Moet ik Sinterklaas voor de gek houden of niet? Ja, moet ik hem foppen of moet ik hem niet foppen? Jullie mogen kiezen. Laat even weten op mijn Instagram, hè? @partypietpablo. Moet ik Sinterklaas foppen of niet? Nou, kinderen, ik krijg nou opeens nog een raar berichtje binnen. Ik krijg gewoon op Instagram een berichtje binnen van meneer Van Driel, weet je wel. Die vervelende, irritante man. Die vraagt het volgende dus, hè? Dag Pablo, ik heb ook een vraagje voor jou. Meneer Van Driel, hè? Zou jij dit jaar, 2019, alsjeblieft niet naar Nederland willen komen? Dankjewel. Ongelooflijk. Hij vraagt gewoon of ik in Spanje wil blijven dit jaar. Met alle Piet en met Sinterklaas. Nou, ik wil liever wel heel graag naar Nederland en Vlaanderen komen. Dus ik geef even vragen aan jullie. Moet ik naar Nederland komen dit jaar of niet? Jullie mogen kiezen ja of nee. Kies hè, ja of nee. Ik hoop van wel hoor. 78% van de kijker kiest dus voor chocopasta eten. Daar ben ik heel erg blij mee. Dankjewel, want dat vind ik erg lekker chocopasta. Dus even kijken. Ik heb hier de broodjes. Broodjes, broodjes, broodjes. En dan ga ik even hele lekkere chocopasta maken. Hier een lekker broodje. Vind ik zo gigantisch lekker. Zo doe ik hierop. En dan hebben we hier de pot. Wat vind jij het lekkerste eten? Vind jij hagelslag lekker? Of vind je kaas lekker? Of vind je ook chocopasta het lekkerste eten? Laat even weten in de comments, hè, wat je het allerlekkerste vindt. Ik in ieder geval chocopasta! Lekker, lekker, lekker. Ook lekker hoor. Ja, heerlijk. Hey, Lof. Ja? 20% van de kijker zegt dat ik Sinterklaas voor de gek moet gaan houden. Wat ga je doen dan? Ja, geen idee. Ik moet nu ijs boven het filmen. Dus ik denk dat ik ga zeggen, Sinterklaas, uw meid zit verkeerd op. Ga ik zeggen. Oh, verkeerd om. Ja, en dan ga je denken, huh? Nee, dat is leuk, want hij is nu met video's bezig voor zijn YouTube kanaal ook. Ja, dat is leuk. Dat is dan leuk, want dan denk ik dat hij alle video's opnieuw moet doen. Ja, precies. Ja, dan ga ik zeggen, ja. Okay. 80% zegt dat ik er voor de gek moet houden, dus dat is best wel veel. Ja, dat loopt behoorlijk, maakt niet uit. We zijn al 25 keer. Maar niet uit hoor. Sinterklaas? Ja? Stoor ik jou een beetje? Een beetje wel hè? Klein beetje, maar jij mag toch? Hier op die camera en zo. Sinterklaas is het filmen voor zijn kanaal. Voor zijn YouTube kanaal hè? Ja! Je kunt je abonneren op Sinterklaas. De link vind je in de beschrijving of in mijn eindscherm. Nou, inderdaad wel even één ding wat raar is. Je meet het verkeerd op. Dat meen je niet. Ja, het kruisje moet er voorop of niet? Ja, dat klopt. Er zit niet voorop nu. Dat meen je niet.
Heb ik nu de hele tijd al de verkeerde... Ja. Nee, het zit gewoon goed. Is het een prankvideo? Nou, de kinderen moesten vragen, moesten stemmen of ik jou wel of niet voor de gek moest houden. En iedereen stemde op ja. 80%. Serieus? Gelukt, hè? Nou, dat is gelukt, hoor. Ik vond het wel zo vreemd. Succes, Sinterklaas. Dag, Sinterklaas. Dag. Abonneer, hè? Abonneer op Sinterklaas. Ja. Nou, lieve kinderen. Ik ben heel erg blij dat jullie allemaal zeggen dat ik mijn schoenen aan mag houden. Bijna iedereen zegt, hou maar lekker je schoenen aan. Want als ik nou mijn schoenen uit moet trekken, loop ik de hele dag hier op sokken rond. Best wel lastig, want ik moet heel veel filmen vandaag. En dan heb ik de hele dag van die sokken aan. Dus ik mag lekker mijn hele toffe patas aanhouden. En ook heel erg blij ben ik met het feit dat we dit jaar gewoon mogen komen naar Nederland en Vlaanderen. Bijna iedereen stemt voor ja. Een paar mensen zeggen, kom maar niet. Ik ben erg benieuwd waarom dan, want we zijn best lief volgens mij. We brengen veel cadeaus, pepernoten, doen toffe shows, brengen hits uit. Maar ja, bijna iedereen zegt, kom maar lekker langs, want daar gaan we een groot feest van maken. Dus dit jaar komen we naar jullie toe. Lieve kinderen, bedankt voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef even een blauw duimpje omhoog. Abonneer je even op mijn kanaal, niet vergeten. Geef een reactie aan wat je ervan vond. En vergeet je ook dus niet te abonneren op Sinterklaas, hè? Super tof. Dan zien we elkaar de volgende keer. Later!